De doelstelling van de AIVD staat keurig in de wet op de inlichting en veiligheidsdienst omschreven. Maar in het kort zijn ze eigenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van onze rechtsorde. Zij zorgen ervoor dat wij in vrijheid kunnen leven, onze mening kunnen uiten en allemaal deel kunnen nemen aan de samenleving. Ze proberen ontwrichting, bijvoorbeeld door een terroristische aanslag, tegen te gaan. Ze zijn nadrukkelijk niet de beschermers van onze regering. Dat zag je bijvoorbeeld in Irak onder Saddam Hussein wel. Die had de inlichting- en veiligheidsdienst juist om zichzelf in het zadel te houden. De Nederlandse dienst is daarvoor niet verantwoordelijk. Die zorgt voor onze vrijheden. Daarvoor hebben ze een aantal bijzondere bevoegdheden gekregen. Ze mogen mensen aftappen, ze mogen bepaalde mensen volgen. Of ze mogen bijvoorbeeld opereren onder een dekmantel. Je kent misschien allemaal die beelden wel van de Amerikaanse televisieseries waar de FBI komt binnenvallen om mensen te arresteren. Dat mogen de diensten in Nederland nadrukkelijk niet. Zij mogen niemand arresteren.